Dit is mijn huis. Nee! Ring in de portal! Ja, maar ik wou er net in sprayen en dan loopt die kerel Oh shit, nog één! Nee! Hallo en welkom terug bij een Game Dorp. Kijkers van een Game Dorp, welkom bij een nieuwe aflevering van Trials of Magic! Vandaag in deze aflevering van Trials of Magic ben ik alleen. Want Marco, die is even weg. Die is schapen gaan zoeken. Nog extra schapen. Ja, ik weet dat we er eigenlijk ook gewoon kunnen breeden. I know that. We hebben ook een paar zwarte schapen gekregen. Ik ga die eerst laten breeden. Als ik dat kan. Ik weet niet. Heb ik wheat? Waarschijnlijk niet. Ik heb waarschijnlijk geen wheat. Anders moet ik wel even die zaadjes hier zo. En dan hebben we ergens wheat. 2 baby's meemaken. Dat is goed genoeg. Ten eerste jij en jij. Zo, dan krijgen jullie een zwarte baby. En dan jij en jij. Hallo? Oh my god, dat is een draak! Schaapjes! Hello? Ik harvest jullie wool nog snel voor jullie doodgaan. Sorry. Oh god. Hoi. Hey! Meneer! In het bos! Hey! Hoi! Mooie draak! Oh god! Hij ziet er wel heel mooi uit. Dan moet ik wel even... Dat armor is geweldig. Ja, ik heb er hard aan gewerkt. Dat is prachtig armor. Afgeleid! Wie ben jij? Ik ben Jurgen. Maar wie ben jij? Wat doe jij hier? Ik ben Wesler. En ik, wel, ik heb schapen. En ik neem wool van de schapen. En dat is eigenlijk wat ik doe. Kijk, voilà. Zo. Hupsakee. Heb je ook ergens een huis? Oh ja. Tuurlijk. Kom maar even mee. Dit is Casa di Wesler en Wolo. Want ja, Wolo, dat is mijn broer. En dit is ons prachtige, nederige stulpje. Doe alsof je thuis bent. Niet op het bed gaan zitten, want dat is nogal vreemd. Oké, maar waar is je broer dan? Oh, die is nog extra schapen gaan halen. Oh, creeper! Oké. Ja. Ja. We hebben alles onder controle, zie ik. Ja. Zo, voilà, weer al vooruitgang gemaakt. Ja. Kijk eens aan. Wat een toevoeging aan het Ja, weet huis. Je, hupsakee. Zo, wow. Ja, extra beveiliging. Ja, maar dit is alles. Ja. We zijn nog niet zo lang hier, zeg maar. We waren gewoon thuis en toen vielen we flauw of zo. En toen kwamen we hier en dat is gewoon vreemd, want... We hebben hier roze boompjes, die ik wel cool vind. Die zijn wel heel mooi. Roze is gewoon super cool en jouw armor is roze. En ja, is heel maar mooi. Hebben jullie al andere mensen gezien in deze omgeving? Nee. We hebben al wat verkend. Daar is er een vulkaan en daar is er nog meer bos, maar dan met andere bomen. En ik heb hier nog niemand gezien. Ik was eigenlijk op zoek naar vrienden van mij, maar ik kan ze ook nergens vinden. Ik heb hier niemand gezien, dus ik zou niet weten waar ze zijn. Oké, dan moet ik straks maar weer terug naar huis. Ja, wil je misschien iets eten? Ik heb in principe genoeg bij hoor, maar ik weet, ja. Hebben jullie een specialiteit of zo hier? Onze specialiteit is schaap. Oh, lekker. Nee, dat hebben wij niet. Wij hebben andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld een fruit punch. Ik ga dat even... Kan ik dat? Ik heb geen honger op dit moment. Schaap is wel... Wij hebben geen schaap namelijk, ja, waarbij wonen. Alsjeblieft. In onze dimensie hebben we geen schaap, dimensie? Ja, ik kom uit... Sorry, ik kom uit de Twilight Forest.
Toch niet de crappy films, Twilight? Nee, echt. Die gaat door een portal en foef, andere wereld. Oeh, dat is spannend. Mag ik mee? Ja. Kan je vliegen? Zie ik eruit als een vee. Ik ben klaar voor de reis. Oké, mooi. Sorry, ik dacht ik doe mijn draak even niet voor je deur parkeren. Ja, oké. Klaar. We moeten dus die kant op. Het is best wel een eindje, maar het is zeker de moeite waard. Want ja, als je dit gewend bent, dan... De Twilight is een aparte plek. Ja? Ja, is, okay, het, maar... is het er magisch? Ja, best wel. Laatst hebben we nog een of andere ondode koning verslagen. Oké. Dat klinkt leuk. We moeten even oversteken naar de andere kant. Wat? Oh, dat is mijn grapple hook. Oké. Een schaapje! Er zitten hier heel veel schaapjes. Waarom is Marco hier niet? Ja, kom op zeg. Ik ben de kant aan het zoeken, maar ik zie er hier nog drie staan. Wacht, ik scheer die even allemaal. Oké. Ja, wacht even hoor. Ja, we hebben geen haast. Oh, daar nog schapen! Schapen, ja. Jurgen, schapen! Er zijn hier overal schapen. Ik snap niet dat jullie zo moeite hebben om schapen te vinden. Ik denk dat Marco gewoon de verkeerde kant is op. Oh, ik zie er al skeletons en zo. Oh, ja, daarom. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Oh god. Wat is dat? Oh, dat is de toverstaf. Ik ga in het weekend altijd bij Laura langs voor toverles. Oké. Zij is een fee, namelijk. En ze heeft de eigen magieschool. In wat voor wereld ben ik beland? Wow, wat is dit voor gebied? Wow. Dit ziet er vreemd uit. Dit ziet er inderdaad vreemd uit. Ziet er niet heel vriendelijk uit. Nee. Ziet er eerder evil uit. Ja, doe maar stoer met mijn grappling hook. Sorry, maar... Ja, ik zou niet weg en ik dacht Doe maar! Achter deze heuvel is het. Zometeen zie je dus waar ik naar school ga voor die magie. Aha. Alleen denk ik niet dat het heel verstandig is als we heel lang rondhangen in haar gebied zonder dat ze er is. Want ze heeft nogal een explosief karakter. Oh. Wat? Oh, deze valt mee. Oh, zeg ik. Wat ik bijna dood ga. Oh, leather. Ik heb 7 leather. Nou, dat is best wel chill. Nog 5 en dan kan ik een hangglider maken. Nou, misschien kan je dan de terugweg wel... Oh, jezus, ik zie nog meer monsters. Oké, ik ga gewoon even snel rennen naar dit veilige gebiedje aan deze kant van de berg. Dus dit is de biome. Nu moeten we alleen nog eventjes naar het meertje, wat echt... Nou, het is nog maar 100 meter. Oh ja, vlieg maar. Ja, laat mij maar door het gevaarlijke bos doorheen lopen. Wow. Dit is het gebied van Laura. De vee, niet elf. Dit is iets anders dan... Dit is het schoolgebouwtje waar ik les heb. Oh. Dat is de conciërge die je daar binnen ziet. Oké. Dat is Sushi. Hij is heel streng. Oké. Ja. Laten we maar snel verder gaan. Oké. Want ik denk niet dat het fijn is als Lara ons nu ziet terwijl ze er niet is. Dit is trouwens Rob. Rob die plukt de aardappelen. En dan heb je ook nog Bob. En die stopt ze in de kist. Oké. Oh jawel, kijk. Oh, daar gaat hij. Oh. Bob. Oh. Wow. Kijk. Wow. Zo doen ze dat. Dat is cool. Ja. Nog een klein stukje van dit bos trotseren. En dan zijn we er echt. Ik zie het. Yes. We zijn er. Eindelijk. Oké. Nou, dit portal wordt beschermd door dit bloemetje. Door een bloem. Ja. Het wordt beschermd door een bloem. Ja, want alles wat nu in de buurt komt, dat gaat dood. Behalve misschien die grote meneer die nu op ons afkomt redden. Oké, spring! Oh my god! Ah, ah, nee! Spring in de portal! Ja, maar ik wou er net in springen en dan loopt die kerel lang... Oh shit, nog één! No! In de portal! Nee! Shit! Oh... Dit mag niet gebeuren. Dat is veel te vroeg. Nu, dit bloemetje beschermt dus alles. Nou. Kijk uit, ga door de portal. Ga door de portal. Nee. Ga door de portal. Yeah. Ik zit in de portal. Oké.
Zo ja. Welkom. Oh, wow. In de twilight. Ja, dat doen we met alle mensen die voor de eerste keer komen. Wow. Een welkomstfeestje. Dit is mijn huis. Ik zal je een rondleiding geven als je wil. Wow. Dit is... Ja, impressive. Dat is mooi, hè? Zal ik een snelle rondleiding doen voor je? Ja, mag. Kijk, we hebben hier al onze etensfarms. Ja, we hebben nogal veel verschillende dingen. We hebben koetjes, twee. Niet meer, gewoon twee koetjes. Oké, twee koetjes, ja. Nog heel veel farms. We hebben heel veel opslag. En veel ruimte. Hier is onze slaapkamer. Niet zo groot. Nee. En dit zijn de trofeeën van de monsters uit de Twilight die we al hebben verslagen. Oh god. Dit is het restaurant. Okay. En hier is de keuken. Oké. Ja, ik heb vorige week een date gehad. Wow. Ja, ik was ook Maar het ziet er super vet uit, man. Ja. Ik ben nog lang zover niet. Oh, je hebt het coolste nog niet gezien. Hoe bedoel je? Mijn botania. Mijn kruidenkunde setup. Ah, ik hoorde Marco daar al iets over zeggen. Hij wou ook iets met dit Botania. Is de wereld van Botania. Dit is dus de Botania setup, dus mijn mana setup. Hier heb ik weer zo'n bloemetje om de wezens weg te houden. Ja, je ziet het, overal vliegt mana rond. Wow. Maar dit alles zweeft. Ja, dit is mijn portal om met de elfen te communiceren. En die hebben me dus deze mooie roze mana dingen gestuurd. Want ja, roze is natuurlijk veel mooier. Zo kom ik ook aan mijn armor. Ja, roze en die dat... Ja. Dit heb ik nog niemand laten zien, maar ik ben bezig geweest met een arena voor een boss fight. Oh god. En ik ben al best wel ver. Maar hier moet nog een beacon opkomen. En dan kan ik hier een boss summonen. Die een hele goede loot dropt. Als ik dit bekeek, dan word ik depressief van wat dat ik heb. Ja, nou ja, komt vast wel goed. Ja, we zijn van plan om iets super cool te doen met al het wool dat we verzamelen van de schapen. Dus, Oké. Jurgen, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Bedankt om al deze magische dingen te laten zien. En, geen probleem. Ja, dan hoop ik dat ik het ongedeerd terug kan. Ik hoop het ook. Graag kunnen. Wie weet spreken we elkaar nog wel eens. Ja, sure. Natuurlijk. Alright. Dag! Terug in de wereld van, deze wereld gewoon. Terug in deze wereld. Ik kan gewoon terug gaan naar huis. Jurgen was supercool. Zijn land is veel cooler dan mijn land. Maar daar zal verandering in komen, want wat ik van plan ben met het woel van die schapen is toch wel redelijk speciaal. Dus mensen, als je deze video leuk vond, laat even een like achter onderaan de video. Voeg je favorieten, deel hem met vrienden. Abonneer op een Gamedorp en op Wesleyverse als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer terug in een nieuwe aflevering van Trials of Magic. Abonneer ook even op Edeldier, staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Mensen, ik heb niets meer te zeggen, dus bye!